Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op kellykressen.nl. Ik ga jullie vandaag mijn mama avondroutine laten zien, samen met mijn drie lieve meisjes. En heb je zin in de video? Doe dan alvast een duimpje omhoog. Dan gaan we snel kijken en dan wens ik je vooral heel veel kijkplezier. Onze avondroutine begint aan tafel. Lekker met z'n allen eten. Ook papa erbij natuurlijk. En als wij aan het eten zijn, dan gaat Nico ook altijd eten. En dan is het tijd om de handjes te wassen. Dit doen we overigens ook voor het eten. En dat doen we met de zeepvrije wasemulsie van Sebamed. Bij veel zeep is het namelijk zo dat het de natuurlijke beschermlaag van de huid er juist afwast. Bij deze is dat niet het geval, omdat deze huid neutraal is. En hierdoor beschermt deze je huid en bouw je weerstand op. Wat ook helpt tegen virussen, wat juist nu natuurlijk heel belangrijk is. Naast de zeepvrije wasemulsie heeft Sebamed ook nog een zeeptablet die je ook kunt gebruiken om de handjes te wassen. Dan gaan we naar boven om in bad te gaan. En de meisjes hebben best wel een gevoelige huid, vooral Amy. En daarom gebruik ik ook hier weer de zeepvrije wasemulsie. Deze bevat 0% zeep, beschermt de huid tegen uitdroging en tegen gevoeligheid. Doordat deze huid neutraal is qua pH-waarde. En het zorgt ervoor dat de huid ook lekker zacht blijft na het badje. Dan zie je Amy nog even Lana inzepen. En we maken er altijd gewoon een heel erg leuk momentje van samen. Dan ga ik de meisjes afdrogen. Ik begin meestal met Feline, dus die droog ik lekker af. Neem ik mee naar haar slaapkamertje om haar lekker af te drogen en haar rompertje aan te doen. Want ze slaapt gewoon in een rompertje en een slaapzak momenteel. En hier is ze even lekker aan het gijnen door in haar nieuwe bed alvast te gaan liggen. Maar hier slaapt ze nu nog even niet in, maar die staat alvast in de kamer om te wennen. Dan ga ik Amy afdrogen en aankleden en haar pyjamaatje aangeven. En Lana die droogt zichzelf af en kleedt zichzelf aan, dus dat is heel makkelijk. Dan gaan we de tandjes poetsen. Daar help ik ze natuurlijk bij, want moet natuurlijk goed controleren of alles goed gepoetst wordt. En Lana en Amy die poetsen elektrisch en Feline die is nog geen 3, dus die poetst er handmatig. En die denkt altijd dat het een soort van spelletje is. En die probeert me altijd een beetje uit te dagen. En ik zorg dat ik goed meekijk dat ze alle plekjes goed poetst. Nou, dan even wat water drinken. En dan neem ik de meiden mee naar mijn kantoor. Waar ik eigenlijk een plek heb om hun mijn make-up tafel en zo. Dus daar ga ik ze lekker feunen en borstelen. En vinden ze ook altijd heel erg leuk. Even lekker tutten bij mama. En ook een beetje gek doen, dus ik zit hier een beetje te gijnen samen met Amy en Feline. Feline's haar is natuurlijk binnen no time droog, zoals je kunt zien. Ook Lana's lange haren lekker feunen en kammen. En hier doet Amy lekker een beetje gek. En dan neem ik ze mee naar de kamer van Lana, waar we voortaan een bankje hebben staan. En daar ga ik de meiden voorlezen. Vooral Feline is erg geïnteresseerd en Lana en Amy die dwalen af en toe een beetje af. Maar goed, het is toch een fijn momentje elke avond samen. Dan is het tijd dat de meisjes gaan slapen. Ik leg eerst Lana in haar bedje, geef haar natuurlijk een dikke kus en knuffel. Vertel haar hoeveel ik van haar hou en dat we morgen weer een leuke dag hebben samen. En dan ga ik naar de kamer van Amy, waar Feline en Amy nog even lekker aan het gijnen zijn. Feline doet het nu net alsof ze lekker bij Amy mag slapen. En dat zou ze stiekem heel graag willen, maar ik denk dat er dan heel weinig geslapen wordt. Dus laten we dat maar even niet doen. Maar even gek doen samen is natuurlijk gewoon een heel fijn momentje in de avond. En dan doe ik het luik dicht en haal ik Feline uit het bed, want nu is het toch echt wel tijd dat Amy gaat slapen. Lampje aan, dat vindt ze fijn. En ook dan ga ik Amy lekker knuffelen, kussen, vertellen dat ik heel veel van haar hou. En dat we de dag erna een hele leuke dag hebben. Dan neem ik Feline mee naar onze slaapkamer. En ik geef haar nog steeds borstvoeding in de ochtend en avond. Dus ik geef even haar laatste avondvoeding. Waarna ik haar ook lekker in haar bedje ga leggen. Ook haar geef ik een dikke kus, knuffel en vertel ik hoeveel ik van haar hou. En dan, de kinderen liggen in bed. Heerlijk tijd voor mezelf. Waar ik in deze hectische tijd natuurlijk extra aan toe ben. Even lekker een self-care momentje.
nu ik fulltime bij de kids ben. Nou, ik ga lekker douchen. Nou is douchen en filmen best een beetje ongemakkelijk, dus ik maak er maar grapjes van. Ik gebruik de heerlijk rijke doucheolie van Sebamed met avocado erin. Hij ruikt echt super lekker, bevat vitamine A en E en voedt mijn soms best wel droge en gevoelige huid extra goed en beschermt deze. En zorgt ervoor dat ik een lekker zacht huidje krijg. Nou ja, nogmaals, ik ben aan het filmen en aan het douchen, dus dit geeft natuurlijk niet een hele realistische weergave. Nou ja, laat ik dan ook maar lekker gek doen. Een beetje zingen in de douche. Ik weet niet of jullie dat wel eens doen, maar ik kan er wel eens goed van genieten. Nou doe ik het wel zachtjes, want de kinderen slapen. Als ik uit de douche kom, ga ik me lekker insmeren met een body lotion. Normaal heb ik dan natuurlijk geen badjas aan, maar ja, ik dacht het is wel zo netjes om wat kleren aan te hebben op de video. Dus ik smeer me lekker in, zodat mijn huid lekker zacht en verzorgd wordt. En vervolgens is het tijd om mijn make-up eraf te gaan halen. Dus daarvoor heb ik even mijn haar in een knotje gedaan. Soms doe ik de volgorde andersom. Dan heb ik mijn make-up er al afgehaald terwijl ik de kids in bad doe. Ik kijk altijd maar net hoe het uitkomt. Ik zorg ervoor dat ik mijn huid goed reinig. Meestal 2 keer met een goede reinigende gel. Zodat het echt goed schoon wordt. Zodat ik een lekkere glowy skin krijg. Daarna ga ik mijn huid verzorgen met een serum. Zowel een gezichtsserum als een oogserum. Zoals je hier kunt zien. En een goede nachtcreme om mijn huid lekker te verzorgen voor de nacht. En heb je een hele gevoelige huid, dan heeft Sebamed ook een hele fijne crème die je kunt gebruiken voor je gezichtsverzorging. Dan is het tijd om mijn tanden lekker te gaan poetsen. Een heel fijn momentje om me nog frisser te voelen. En vervolgens ga ik lekker mijn pyjama aandoen. Dus 1, 2, 3. Plop. Oké. Daar ging wat mis, maar hij paste uniek wel. 1, 2, 3. Zo, dat is beter. En ik kijk altijd wat ik in de avond doe. Soms ga ik lekker beneden tv kijken. Soms ga ik al lekker vroeg naar bed met een boek en een kop thee. Soms doe ik een beetje werken. Maar op een gegeven moment ga ik natuurlijk lekker naar bed toe. En dan ga ik mijn wekkers instellen voor mijn ochtendroutine. En vervolgens ga ik de Meditation Moment app starten met een heerlijk slaapverwekkend muziekje. Dan ben ik echt al binnen no time aan het slapen. Echt super fijn. Dus die zet ik lekker aan. En dan is het tijd om te gaan slapen. Grapje. Ik slaap natuurlijk niet alleen. Wat was een schatje. En dan zeg ik dankjewel voor het kijken naar deze video. Doei!